Hoe kan zij in zo'n positie belanden? 17. Te groot voor een servet, te klein voor een tafellaken. Maar hier zit er meer achter. Maar dat is alles wat ik eerst hoorde. Ze zoeken nog een moslimmeisje. Sowieso de fase tussen meisje en vrouw. Maar in deze voorstelling ook de fase tussen verschillende culturen. De meiden hebben de voorstelling zelf gemaakt. Het is hun eigen verhaal over een leven in twee culturen. Bij elke scène hoort een grote doos, een klein wereldje dat over het toneel wordt gereden. Dus dat is heel spannend. En ik vind het een hele mooie poging om elkaar te leren kennen en te begrijpen. En dus daarbij ook ons verhaal te doen. Want we zijn allemaal niet één ding. Maar soms wordt daar wel gedacht van ons, dat we maar één ding zijn. Oké, en als ze bij jou aan één ding denken, dan denken dat is een Turk? Dat is een Turk, ja. En als ik zeg dat ik een Nederlander ben, dan kijken heel veel mensen me raar aan. Ja, ik ben het. Ik draag het met me mee. Maar ik draag zoveel meer met me mee. Ik denk dat ik meer een mens zijn met me meedraag dan dat ik per se moslim zijn met mij meedraag. Het is eigenlijk mooi als je zo schrijft en dan gewoon omkijkt. Regisseur Eveline de Boer komt uit Breda. Ze is een jonge, opvallende regisseur die met andere voorstellingen al prijzen won. En ik hoop ook dat je ziet dat die meisjes over zoveel kanten beschikken. Dat ze geen meisjes zijn waar je omheen moet lopen uit religieuze overwegingen. Ik zou het heel fijn vinden als mensen dat tijdens zo'n voorstelling hebben. En dan denken van ja, ik begrijp het niet helemaal. En dat ze dan na de voorstelling aan me toe komen en me vragen stellen.